Die normen, die regels zijn heel erg krachtig. Die liggen ook heel dicht bij overtuigingen. Een overtuiging dwingt je, dan voel je een dwang van binnen om een bepaald persoon te zijn, positief of negatief. Dus zodra je een interne dwang voelt, dan weet je, er is een overtuiging bezig. Die wil jou in lijn houden of terugkrijgen met die overtuiging. Als mede ook een norm. Je moet altijd aardig zijn voor anderen. Zou je denken, is een nobele norm. Is een goede norm. Ik heb mijn kinderen goed opgevoed. Ik heb ze geleerd, je moet altijd aardig zijn voor anderen. Maar ook wanneer je misbruikt wordt, moet je dan ook aardig zijn voor anderen. Dat had er even bij gezegd moeten worden. Omdat iemand met de norm, het is eerlijk waar, je moet altijd aardig zijn voor anderen. Hij heeft ontzettende moeite om een psychopaat of een narcist nee tegen te zeggen. Omdat het onderbewust in het brein stuurt, dat mag niet, je mag niet zo zijn, dan ben je een fout persoon. Dit is een goed persoon, je moet lief zijn. En dan kom je in een conflict. Waarom? Nou ja, je voelt ook pijn en je denkt, volgens mij klopt er iets niet. Elke keer als ik bij die persoon ben, voel ik me kloten over mezelf. Dan zie ik het leven niet meer zitten. Ja, maar toch moet je doorgaan. Je moet aardig zijn voor anderen. Zie, dat is wat de norm, die duwt je, die dwingt je. Zo voelt dat. En dan voel je je schuldig wanneer je dan niet aan de norm voldoet. Daar komt schuldgevoel vandaan. Schuld reageert op jouw normen. Zoals ik gisteren zei. En jij moet je normen kiezen. En bewust worden van, ja, die norm is niet in lijn met mijn missie. En dus vraagt die norm om koerscorrectie. En een woordje veranderen kan al wonderen doen. Zoals bijvoorbeeld, ja, je moet altijd aardig zijn voor anderen, tenzij ze niet aardig zijn voor mij. Dat is al een wereld van verschil. Dat biedt nieuwe opties. Dat geeft hoop en geloof. Dat je zelf ook nog een leven kan leiden met geluk en hoog welzijn. In plaats van in de buurt te zijn van mensen die misbruik van je maken. Soms zonder dat ze het weten of doorhebben, of misschien zelfs zonder hun intentie, even los daarvan. En een people pleaser, ja, je wordt natuurlijk al snel een people pleaser wanneer je de norm hebt. Je moet altijd aardig zijn voor anderen. Als je het metamodel erop toepast, het moet. Dat impliceert, jij hebt geen keuze. Het brein geeft je geen beelden van andere opties, waardoor je denkt, ik zit vast. Want het moet. Ja, het is jouw norm. Daarom is het superbelangrijk die normen inzichtelijk te maken. Zodra ik wanneer je er overheen loopt, op dit niveau, ja, welke normen moet je aan voldoen? Welke voor je gevoel kun je niet aan voldoen? Geeft hele diepe inzicht voor transformaties bij je cliënt. Of laat het de blokkade zien, of het conflict zien. Dit zijn de regels. Zie je hoe powerful zijn? Normen zijn ontzettend powerful.